Welkom bij Huurland. Vandaag stellen we u voor spinhoogwerker 15 meter. Dat is een toestel die zowel met een benzinemotor kan aangedreven worden als op elektriciteit. Als je hem aansluit op elektriciteit, zorg er dan voor dat je een verlengkabel hebt van 3 keer 2,5 vierkante millimeter en de overhangstekker zit altijd meegeleverd met het toestel. Het toestel kan 15 meter verticaal hoog werken en ongeveer 7 meter horizontaal ver werken. Het toestel is zeer compact. Dat wil zeggen dat met de rupsen ingeschoven het toestel net geen 80 centimeter breed is en geen 2 meter hoog. Dan moet je wel de mand eraf halen, maar dan kan je dus door een deur. Als je de mand eraf haalt, dan moet je deze twee borgingen losmaken en uiteraard achteraf, als de mand teruggeplaatst wordt, de mand weer borgen vooraleer je ermee in de hoogte gaat. De bediening van het toestel. Bij de kleppen zelf kan je het toestel bedienen van op de grond. Vooraleer je ermee werkt, zeker erop letten dat de schakelaar aangeschakeld staat in het midden, dat wil zeggen de bediening, de afstandsbediening, die weliswaar met een snoer vast zit, kan gebruikt worden, zowel buiten als in de mand. Vooraleer je opstart, vergewisser u van dat de hoofdschakelaar aan de andere kant van het toestel op aan staat en dat de noodstop hier en op de afstandsbediening uitgetrokken zijn om te kunnen starten. Om te werken moet het toestel los zijn van de grond, dus met de stabilisatoren op de grond druk je het toestel omhoog en het toestel moet mooi waterpas horizontaal staan vooraleer de mand vrijgegeven wordt om in de hoogte te gaan. Met die stabilisatoren kan je een schuin oppervlak tot 16 graden opvangen en het toestel toch nog waterpas plaatsen om ermee te kunnen werken. Als je wil gaan starten, dan neem je dus de afstandsbediening in de hand. Als je de afstandsbediening in de hand hebt, dan kan je rijden met het toestel en dan kan je de stabilisatoren plaatsen. Dit toestel heeft automatische stabilisatoren, dus één druk op de knop en de stabilisatoren gaan zich uitzetten, voeling maken met de grond en dan het toestel optillen en mooi waterpassen. Staat het nog niet hoog genoeg volgens u, druk je nog eens en dan komt het nog een stukje hoger te staan. Je kunt ook één stabilisator ineens bedienen en dan aanpassen naar het terrein wat je hebt. Let er wel op dat op dat ogenblik de druk op elk van de stabilisatoren gelijk moet zijn, anders zal het toestel niet willen werken. Om de motor te starten, eerst het contact aanleggen, zorgen dat alle noodstoppen uit zijn, zowel de noodstop op het toestel zelf als de noodstop op de afstandsbediening. Als hier nog een stop op uw display staat, even uw noodstop terug indrukken en weer lossen. En als je de pictogrammetjes krijgt, dan is het in orde. Vooral dit pictogram is van belang, dan weet je dat het toestel mooi uitgelijnd staat en klaar om te starten. Kan je kiezen om de motor te starten of om de elektromotor te starten. Wij werken vandaag met de benzinemotor. Om de stabilisatoren uit te zetten, druk je op deze groene knop en het toestel zet de stabilisatoren uit. Blijven drukken op de knop en alles gaat automatisch. Altijd wel stempelplaten plaatsen, zodat de druk beter verdeeld wordt op het oppervlak. Vind je dat het toestel nog niet hoog genoeg staat, los van de grond? Nog even drukken, blijven aanhouden en het toestel zal zichzelf nog een stuk hoger plaatsen. Blijven aanhouden tot het display zegt dat alles oké is. Nu gaan we werken vanuit de mand en dan moet de afstandsbediening in de korf geplaatst worden. Uiteraard altijd
een veiligheidsharnas dragen. Veiligheidsharnas haak je hier onderaan vast. En de afstandsbediening moet heel precies en helemaal juist geplaatst worden. Kijk goed dat alles in orde is, want er zit een magneetcontactje in. En als het magneetcontactje het contact niet voelt, dan zul je geen enkele beweging kunnen uitvoeren. Zodra alles op zijn plaats is, dan krijg je hier weer een pictogram die zegt dat je klaar bent en dat alle stabilisatoren goed uitgeplaatst zijn en onder druk staan. En dan kunnen we met de mand omhoog. We kunnen de bovenwagen op de onderwagen ook draaien. We kunnen een volledige cirkel maken met de bovenwagen ten opzichte van de onderwagen, dus 360 graden, maar ook slechts één cirkel. Je kunt niet blijven ronddraaien. Op een zeker ogenblik zal je op de stop komen en dan moet je terugkeren naar je beginpositie. De bediening van de verschillende delen van de giek staan mooi uitgetekend en je ziet welke beweging je gaat uitvoeren. Eerst altijd de bovenste arm losmaken, dan het tweede deel van de arm. Als je op hoogte bent en je aandrijving is uitgevallen, dan kan je vanuit de korf altijd nog een nooddaling uitvoeren. Als je op deze knop drukt, dan kan je alle bedieningen uitvoeren, behalve het draaien van je bovenwagen op je onderwagen. Dus je kunt de mand naar beneden brengen door de zwaartekracht. Dus je moet wel zien dat er geen obstakels staan. Vooraleer je met het toestel omhoog kunt gaan, moeten de stabilisatoren goed afgestempeld zijn. En dan kan je zien, doordat de lichtjes die erop staan, knipperen. Dus dan is alles in orde, de druk en goed geplaatst. Nog een mogelijk probleem. De persoon boven kan de bediening niet meer uitvoeren om technische of eventueel om lichamelijke redenen. De bediening kan hier overgenomen worden en je kunt de mand veilig terug naar beneden brengen. Alle bedieningen die je met de afstandsbediening kunt uitvoeren, kun je ook met deze knoppen uitvoeren die rechtstreeks op de kleppen zelf staan. Als geen enkele motor nog wil reageren, dan kan je ook de bediening manueel overnemen. Je neemt de hendel en je steekt hem hier in de manuele pomp. Je maakt de hydraulische druk zelf. En je voert de bedieningen uit op de kleppen. Het toestel zal alle bewegingen maken, uiteraard een stuk langzamer. En enkel met de bedoeling om de mand met de persoon die erin zit naar beneden te kunnen brengen. Dit is een heel belangrijke aanduiding om aan te tonen dat de bovenwagen precies op de goede plaats op de onderwagen staat. Je ziet, er is een kleine afwijking. Nu zal het niet mogelijk zijn om de poten in of uit te zetten. En of om te rijden met het toestel. Daarvoor moet je dus eerst ervoor zorgen dat die twee pijlen precies recht tegenover elkaar staan.
om de stabilisatoren terug in te plooien, blijf je gewoon drukken op de hele knop tot de stabilisatoren helemaal boven zijn. In deze korf kan je een maximum belasting van 230 kg meenemen, dus bestaande uit twee personen en materiaal en of gereedschap. Je kan werken met het toestel tot windstoten tot 12,5 meter per seconde, dat is ongeveer 45 km per uur. En de zijdelingse druk die je uitoefent vanuit en dus op de mand is 400 newton, dat is ongeveer 40 kg. Dus bijvoorbeeld als je aan het boren bent, mag je niet harder dan 40 kg druk uitoefenen.